Ja, Asten. Ja, dat is ik het plaatselijke Chinees. Ja, dan wordt er ongelooflijk nieuwsgierig. Nou, ik ga proberen binnen te komen. En ik hoop dat de Chinezen me alles laten zien. Goeiedag. Goeiedag. Hoi. Hoi. Rob Geus. Jongpa. Hij zegt, joh, ik ben blij dat je er bent. Je bent welkom. Nou, daar hou ik van, hè. Die gastvrijheid. Mogen wij een kijkje nemen in de keuken? Tuurlijk, alsjeblieft. Ja, gaat je aan. En dan ga je die keuken in en dan kom je eigenlijk in een hele mooie, steriele keuken terecht. Alsjeblieft. Goeiedag. Keuken. Kijk eens. Een strakke kleine keuken, hè, gelijk. Ja. Ja, die man begon enthousiast mij rond te leiden in zijn domein, want zo zag hij het ook. Ja, hij was trots op zijn keuken, straalde in alle kanten uit. Hey, ik wil graag mijn handen wassen, dat kan hier, denk ik. Dank je. Papier. Hop. Nou, het begint dus lekker. En ik kwam binnen en zie je daar toch koks, jonge brigade, helemaal mooi in pak staan, koksmuts op, veiligheidsschoenen aan. Ja, dan denk ik, nou, dit kan nog wel eens een hele mooie inspectie worden. Prullenbak. Kijk, voetpedaal. Zo zie ik ze graag, hè? Nou, hey, messen. Op een kleefstrip, keurig mooi schoon. Kleefstrip is best een risicovol ding. Want als je dat niet goed schoonmaakt en niet goed reinigt, ja, dan kan je in problemen komen. Nou, ik kon echt niks vinden waarvan ik dacht, nou, ik heb twijfels hier. Dan denk je schoon alles. Producten goed gescheiden. Structuur in je keuken. Heel belangrijk. Nou, dan kijk je eigenlijk om je heen en dan zie je verschillende kleuren snijplanken liggen. Nou, dat is weer heel belangrijk om een kruipbesmetting te voorkomen. Top. Afzuiginstallatie. Nou, is belangrijk voor de hygiëne, maar ook voor de veiligheid. Hè, dat ze goed schoon worden gehouden. Want hier wokken jullie natuurlijk altijd. Hè? Hier sta je lekker een beetje... Hop, heerlijk man. Hier gebeurt, hè? Ja. Dit is jouw domein, hè, hier zo. Lachen, joh. Leuk, hè? Hey, en mooie heldere olie. De manden waren glashelder, de olie kon je doorheen kijken. Dat gaf een vertrouwd beeld. Ze codeerden hier ook, ook belangrijk voor de veiligheid. Alle producten, ik kom 4:30 binnen, die voor de voorbereiding klaar stonden, waren gecodeerd. Is hier een koeling? Ja, dat is onze koeling. Mag ik eens kijken? Dan trek je een grote koeling open en dan zie je eigenlijk ook, wat ik al in de keuken zag, een hele goede structuur heersen. Alle producten gescheiden, goed afgedekt. En gecodeerd. Nou ja, als ik dat om me heen zie, dan denk ik, nou, het kan ons, het zonnetje schijnt buiten, maar ook binnen hier. Fantastisch. Heb je ook registratielijsten die je bijhoudt? Ja. Nou, kijk. In het Chinees? Ja, dat is Chinees. Ja, maar dat is hartstikke mooi. Dat is juist leuk, hè? Het HCCP is gewoon zo ontwikkeld dat we voor elk land eigenlijk de lijsten aangevraagd kunnen worden. Nou, jullie doen het lekker in je eigen taal. Je hebt gelijk ook. Maar het gebeurt, hè? Dat is het belangrijkste. Ja, al met al die keuken. Een parel. Echt een hele mooie keuken. Ik heb ze niet veel gezien zo. Maar bij binnenkomst zag ik ook dat je een bereiding naar plaats vinden in het zicht van de consument. Hè, dat is een soort live cooking. Ja. Laat me dat eens even zien. Nou, gaat je aan. Ik teken het op. Hey, maar dat ziet er ook gaaf uit, zeg. Hey. Mooi assortiment. En zie je alle producten erachter staan, netjes gescheiden, op ijs gepresenteerd. Ja, hoe vers wil je het krijgen? En aparte bakplaat voor de vlees en vis. Dus nooit kans op een kruisbesmetting. Nee, ook niet. Hij natuurlijk, de vlees maakt niet naar vers. Nee, dat heel belangrijk. Als toetje had hij nog eventjes, om even toch aan mij in die positieve flow te houden, had hij nog een mooie saladière. Kocht hij ook sushi. En alle andere mooie vers bereide producten. Nou, als je zag hoe dat gepresenteerd werd in de koeling. Ja, als je geen trek hebt, krijg je al trek. Echt top. Hey, ik ga je hand geven, jongen. Ik vind het wel zinnig dat ik sowieso bij je mocht kijken. Ja. En ja, je bent zo goed bezig. Ik heb tegenwoordig een mooi eigen certificaat. Een Rob Geus keurmerk. Leuk. Nou, die ga ik jou ook handigen, want die verdien je gewoon. Okay. Ik ga me een mooi plekje geven op de deur waar jij hem moet hebben. Nou, dat is en, leuk. Dat kan heel Nederland zien in ieder geval dat jij gewoon gigantisch goed bezig bent. Nou, dan gaan we hem een mooi plekje geven. Waar wil je hem hebben? Nou, hier. Ja. Oké, boven de hond. Hey, top man. Gefeliciteerd. Super. Goed bezig. En hou de keuken zo, hè? Zeker. Dank je wel.